Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Zijn we weer met Dier van de Week. Deze keer onze lieve Pilou. Pilou is hier als zwervertje binnengekomen. En had een vreselijke wond op de nek. Echt helemaal rondom. We weten niet wat daar is gebeurd. Wellicht een allergische reactie op een vlooienband. Dat zien we wel eens. Maar goed, daarom heeft ze nu het pakje aan. En een kolletje om, zodat ze er niet aan kan komen. Pilou is een hele lieve kat. Echt belachelijk lief. Zou bij alles kunnen. We weten natuurlijk niet of ze bij honden kan. Dat weten we niet. We weten niet hoe ze reageert op katten in huis. Maar hier vindt ze de katten eigenlijk allemaal interessant. En wij gokken dat ze ook wel bij kinderen zou kunnen. Pilou is ongeveer 6,5 jaar en even kijken, ze is binnengekomen op 17 april. Het is tijd dat ze naar haar eigen huis vertrekt, vind je niet? Wil je een hele leuke kat die echt van spelen houdt, die echt bij je op schoot wil komen, die heerlijk van dat contact houdt? Mail ons dan over lieve Pilou en dan doen we kennismaking afspreken.